Ja, en op de vrijdagmiddag... Uh, dan hebben we het over uh, het Roomburgerpark-referendum. Uh, Sleutelstad doet een serie fact-checks. En uh, ja, dat heeft allemaal te maken natuurlijk... met dat Roomburgerpark-referendum. De herinrichting van het Roomburgerpark. Uh, de leidenaren mogen daar op 15, 16 en 17 maart... Uh, hun stem over uitbrengen in een referendum. En voorafgaand aan dat referendum... Uh, ja, er zijn er voor- en tegenstanders die allerlei campagnes voeren. En uh, ook wij uh, doen aan uh, fact-checks. In dit geval omdat we denken dat het belangrijk is uh, dat uh, ja, bepaalde zaken worden nagetrokken. Vorige week zijn we begonnen. Toen hebben we het gehad over de kosten van uh, het hockeyveld. Kost een hockeyveld 8 ton of niet? Dan hebben we het gehad over uh, de, de volledige begroting. Uh, de cijfers die uh, de gemeente hanteert bij de herinrichting. En uh, nou, daar viel links en rechts wel wat op aan te merken. Kun je allemaal nalezen op onze website sleutelstad.nl. Ja, en degene die al die factchecks doet, dat is uh, een van de eindredacteuren van Sleutelstad Radio. Rianne van Klever. Rianne, goedemiddag. Goedemiddag Melle. Uh, ja, ik, ik heb zelf natuurlijk uh, uh, het, het nieuws een beetje gevolgd de afgelopen week. En uh, er wordt uh, heel stevig gerefereerd op die. Of gerefereerd, gereageerd, moet ik zeggen. En ook wel gerefereerd aan trouwens. Uh, op die factchecks en aan die factchecks. Uh, mensen hebben ook op die factchecks weer van alles aan te merken. En, uh, nou ja, de, de, de voorstanders laten van zich horen. De tegenstanders laten van zich horen. Uh, het, ik, ik heb dit niet vaak meegemaakt. Dat een, een onderwerp zo polariseert eigenlijk. En dat, dat uh, ja, ja, dat, dat lijkt wel een beetje een loopgravenoorlog tussen voor- en tegenstanders. Dus ja, hoeveel zin heeft het eigenlijk om te factchecken? Want het lijkt wel alsof iedereen zijn mening klaar heeft en niet van plan is om van zijn plaats te komen. Ja, dat is een interessante vraag. Je ziet ook dat uh, mensen die sturen ook dingen bij ons in om te factchecken, en dat zijn heel vaak dus ook echt duidelijk de voorstanders of de tegenstanders die iets van de andere partij willen laten factchecken. Uh, nou is het natuurlijk zo dat we de factchecks niet voor deze mensen doen, want zij weten al precies wat ze gaan stemmen en waarom. Uh, ja, en wij zijn er niet per se om hun van mening te laten veranderen. Wij zijn er om juist de mensen die niet weten wat ze gaan stemmen, die niet zo goed weten wat er allemaal speelt, uh, ja, om die een eerlijk beeld uh, gebaseerd op cijfers voor te leggen zodat zij zelf kunnen bepalen waar ze op willen stemmen. En uh, ik moet zeggen, we krijgen ook wel. Uh, nou, er wordt niet heel veel aangemerkt op de fact-check zelf. Het is wat stom of het slaat nergens op. Uh, maar meer inhoudelijk wordt er dan weer op gereageerd waarom iemand er wel of niet mee eens is. Maar we krijgen ook best wel veel reacties van mensen die zeggen: oh, wat fijn en wat goed dat jullie dit doen. En, uh, en dus ook wel niet per se voor of tegenstanders, maar die gewoon iets willen weten hoe iets zit. Dus uh, ja, voor die mensen doen we het uiteindelijk. En niet voor de mensen die al weten waar ze op gaan stemmen. Ja, en er zijn natuurlijk heel veel mensen in de directe omgeving van het Romburgerpark die heel. Uh, 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 actief betrokken zijn bij uh, ja, het, het kamp voor of het kamp tegen, zal ik maar even zeggen. Maar er zijn dus heel veel mensen in de stad die uh, hun mening nog niet gevormd hebben. En die kunnen we misschien uh, een, ja, een beetje helpen met, uh, met de factcheck Precies. Ja. Wat, wat gaan we deze week factchecken? Waar ben je ingedoken? Nou. Een van, nou eigenlijk het grote discussiepunt: dat gaat allemaal om dat multifunctionele kunstgassenveld. dat uh, ja, daar dan moet worden aangelegd in dat Roomburgerpark. En uh, ja, Roomburg, Roomburg Hockey die wacht al heel lang op een nieuw veld. en de gemeente Leiden, die erkent ook de noodzaak voor de uitbreiding van de club. Uh, maar de tegenstanders die van het plan die zeggen dat Roomburg dat uh, de hockeyclub die extra ruimte helemaal niet nodig heeft. En ja, die vinden het dus ook onacceptabel dat er daarom dus groen moet gaan verdwijnen voor een plastic veld. Dus dat is eigenlijk een beetje de, de hoofddiscussie uh, daarin. En uh... Ja, wij dachten laten we dan ook maar eens gewoon cijfers erbij pakken... hoe het, uh, hoe het met die ledenaantallen staat en of dat inderdaad wel of niet nodig is. Ja, ik heb daar eigenlijk ook geen idee van per hoeveel leden is het... Uh, ja, gerechtvaardig is misschien niet het goede woord... maar is, is per hoeveel leden uh, wordt er op een, een speelveld gerekend? En dat zal misschien voor voetbal en hockey en al dat soort veldsporten... ja, daar zal wel een, een bepaalde regel voor zijn geschreven of ongeschreven. Ja, klopt. Er zijn hele uh, ja, modellen worden daarvoor gemaakt per sport... Uh, en inderdaad, de hockeybond heeft daar zijn eigen methodes voor om dat uit te rekenen. En het ligt er dan ook nog aan uh, wat voor soort teams zijn. Het zijn het seniorenteams of juniorenteams die een volledig uh, achttal hebben... of zijn het juist kleinere teams. Het scheelt ook nog of het een waterveld is of een zandveld. Een waterveld is uh, eigenlijk waar alle clubs steeds meer op overgaan... omdat dat, dat is nou eenmaal waar moderne hockey meer op gespeeld wordt. Uh, maar daar kan je wel minder wedstrijden op een dag op spelen... omdat dat tussendoor gesproeid moet worden... Dus, en voor de goede orde, dat zijn uh, uh, richtlijnen vanuit de nationale hockey, de nationale ja. sportbomben, ja, de hockeybond in Precies, dus ja. vanuit die richtlijnen is ook uh, vanuit de situatie van Rome Hockey zijn richtlijnen opgesteld. En is het bereik van nou, zoveel leden betekent zoveel velden. En uh, ja, dus die cijfers wil ik zo meteen ook zeker even daarbij pakken. Maar misschien is het goed om eerst even te vertellen wat nou de, de voor- en de tegenargumenten zijn van de twee, uh, twee kampen. Uh, nou, de voorstanders die zeggen, nou, wij rekenen al jaren op dat nieuwe veld. Uh, daarom hebben wij ook uh, elke keer maar weer leden aangenomen. Teams die zitten inmiddels overvol. Uh, het is uh, gebruikelijk eigenlijk dat er 14, 15 leden in een, in een team zitten en niet uh, 20. Zoals nu dus ook bij, bij, bij de teams wel het geval is. Uh, en ze zeggen, ja, als wij geen extra veld krijgen erbij, dan moeten wij gaan krimpen. Dus dat veld is voor ons gewoon nodig. En het is wel zo dat landelijk de aantallen krimpen, dat zegt de hockeybond ook. Maar zij zeggen ja, wij groeien en juist ook bij de jeugd. En voor ons is het gewoon niet houdbaar om zo door te gaan. En jaarlijks stellen we al vele kinderen teleur. En we moeten alleen maar meer mensen teleur gaan stellen als wij dus niet dat extra veld krijgen. Want hebben ze dan een wachtlijst? Of, of uh, zeggen ze dan gewoon, er is een ledenstop? Of hoe werkt dat? Ja, zij werken dus niet met wachtlijsten, maar zij, zij wijzen gewoon nieuwe leden op een gegeven moment af. Of dat hebben ze vooral in, de, in het verleden veel gedaan. Op een gegeven moment met het vooruitzicht dat er een extra veld bij zou komen. Want ja, je verwacht natuurlijk als hockeyclub niet dat er een referendum over eigenlijk jouw veld gehouden wordt. Um, hebben zij dus op een gegeven moment wel toch weer die leden extra aangenomen, trainingsleden daarbij, dus of overvolle teams? Waarbij het leden dus minder kunnen spelen. Uh, dus ze hebben niet echt een wachtlijst, maar wel een aantal jaar bijgehouden hoeveel uh, kinderen ze hebben moeten teleurstellen. En ze werken wel met een soort systeem, nou, als, als een kind zich nou voor het derde jaar op rij aanmeldt... dan krijgt hij waarschijnlijk eerder een plekje dan iemand die zich dan voor het eerste jaar aanmeldt. Um, maar ze houden op dit moment niet meer bij hoeveel leden het precies zijn. Het heeft te maken met een nieuw systeem waar ze op zijn overgestapt. Dus die cijfers die zijn er niet van de, de, de afgelopen paar jaar. Nou, als we dan even naar de tegenstanders kijken, waarom zij zeggen: Nou, dit is niet nodig, uh, dat extra veld. Zij zeggen: uh, Er liggen vier clubs uh, in de Leidse regio op een kleine afstand fietsen. 10 uh, tot 15 minuten wordt dan vaak genoemd, ook in interviews die zij geven. Uh, dus dat is een beetje wat zij, wat zij aanhouden. En er is uh, ruimte bij die andere clubs. En van dan vanuit cijfers van de Hockeybond zeggen ze nou in de, uh, dat de hockey uh, in de toekomst ook niet gaat groeien. Dus dat er in de toekomst ook geen tekort komt aan zo'n veld. Uh, landelijk nemen de cijfers af, vooral onder jongeren en ook in de regio. En de cijfers van Roomburg Hockey zijn uh, als enige in de regio min of min meer stabiel. Dus zij zeggen, dat wij vinden het dus niet nodig dat ons groen uh, wordt vervangen voor plastic. Ja, dat is. Heeft, heeft corona daar toevallig iets mee te maken? Want er zijn, de, de, de tennisbond heeft heel veel leden erbij gekregen. dat afgelopen jaar. Omdat dat natuurlijk een individuele sport is. Hè, waar je goed afstand kunt houden. En de teamsporten, ja, die hebben grotendeels uh, stilgelegen. Ja. En die ledenaantallen zijn natuurlijk allemaal wat gekelderd. Of is dat buiten beschouwing gelaten? Ja, dat wordt nu niet heel erg in het verhaal meegenomen. Maar is het wel zo? De cijfers vanuit de hockeybond. die laten ook zien dat al vanaf uh, 2017, 2018. dat inderdaad het aantal leden en zij zien dat vooral het aantal jeugdleden, dat sinds 14-15 minder wordt, terwijl het aantal volwassen leden nog wel toeneemt. Dus het is wel die, die daling binnen de hockey, die was er wel al voor corona. Ja, nou moet je natuurlijk met alle cijfers van, van wat dan ook, uh, ja, wat het ook ja, is, ja. moet je corona natuurlijk wel ergens in je achterhoofd houden. Um, maar goed, dat is een tijdelijke situatie. Dat tijde, ja, ja, Maar ja. die laten we nu wel gewoon buiten beschouwing. Omdat die, die daling, die was al ingezet. Dus daar kan je niet achter corona natuurlijk gaan verschuilen wat dat betreft. Nou is het wel zo dat de, de hockeybond, die zegt wel. Uh, die heeft ook echt als doelstelling om dat ledenaantal weer te laten stijgen. En die zien dus ook dat, die, dat het eigenlijk alweer is gestabiliseerd in 2020. En dat ze zelfs een geringe uh, stijging in de aanmeldingen van het aantal teams verwachten. Dus... Ja. Maar goed, dat zijn landelijke tendensen. Dat zijn landelijke tendensen. En, en hoe zit het in deze specifieke situatie? Ja, nou, ik heb een aantal cijfers die ik ook interessant vind, die je wel even moet meenemen. Zoals die reisafstand naar die andere, naar die andere ja. clubs is toch wel interessant om even naar te kijken. Ik heb ze allemaal op een rijtje gezet en in Google Maps de, afstand, de fietsafstand bekeken. Want ja, ja, dat is wel een methode die iedereen hanteert eigenlijk. We hebben het ja. over Alecto en zo waarschijnlijk. Precies, ja. Ja. Nou, we hebben LOAC in uh, Oesgeest, dat is 20 ja. minuten fietsen. Alecto in Leidendorp is 17 minuten fietsen. Forest Katen in Voorschoot is 16 minuten fietsen. En dan hebben we nog het Universitair Sportcentrum, TOR, heet dat. Dat is 17 minuten fietsen. Dus het is allemaal niet 10 tot 15 minuten fietsen. Dat kunnen we wel vastleggen in ieder geval. Uh, nou, we je natuurlijk gaan discussiëren hoe erg is dat dan. Maar goed, wij zijn hier voor de cijfers. Dan was ook nog het verhaal van, uh, nou ja, die andere clubs hebben heel veel ruimte. Dus de Leidenaren kunnen best daarheen. Die cijfers heb ik opgevraagd. Die heb ik nog niet allemaal binnen. Dus daar moeten we helaas nog op wachten. Ik weet wel van Alecto, Die heeft mij laten weten. Ze hebben 1200 leden voor 4,5 veld. En dat betekent dat er bij hun inderdaad nog wel ruimte is voor wat meer leden. Maar hoe het met die anderen zit. Die cijfers die, die houden we okay, nog te goed. Die komen nog. Dan komt natuurlijk het interessante stukje van het ledenaantal. Nou, nou is het zo dat. Um, uh, ja, bij Roomburg zelf, als je kijkt naar 2012-2013, dan waren er 1234 leden. En in 2021, 2021 waren dat 1355 leden. Dus dat is meer dan 100 leden erbij. Uh, dus er is wel zeker een stijging, en dat fluctueert een klein beetje per jaar. Uh, er wordt ook nog wel eens gezegd: ja, ze hebben. Ze hebben allemaal niet-spelende leden. Dus die vullen alleen maar. Die, die verhogen die aantallen. Maar dat valt reuze mee. Dat zijn er zo'n 25 per jaar. Dus niet-spelende leden. Niet dus dan ben je wel lid van de club. Maar dan ja, hoef je, heb je geen veld nodig. Oké, okay, nee. Dus dat, dat moet je heb natuurlijk ook hebben. Je hebt kantine nodig. Ja. Of, uh, ja. Precies. Uh, ook nog leuk om te weten dat het aantal jeugdleden... Uh, elk jaar stijgt bij, uh, bij Roomburg. Vanaf uh, 2012, 2013 tot nu is het van 672 naar. 861 gegaan. Uh, waarbij ze een aantal jaar hebben bijgehouden. Dus uh, dat ze ook nou, tussen de 68 en 45 kinderen hebben moeten afwijzen nog, omdat ze geen plek hadden. En dus we, we weten niet waar die kinderen gebleven zijn, want die zijn misschien wel naar een van die andere verenigingen zou kunnen, gegaan, of we nou, we hebben ja, andere sport gekozen. Ja, dat weten ja. we niet. Kan of hebben het volgend jaar weer geprobeerd. Dus daar zie je dus in dat 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 die landelijke trend van dat het aantal jeugdleden daalt, dat dat bij uh, bij Roomburg niet zo is. Nee. Dus dat er alleen maar meer jeugdleden komen. Nou, dan ook interessant waar we het net dus over hadden. Die, uh, die berekening van hoeveel ja. velden heb je dan nodig. Nou, wat punt 1 even interessant is om te zien dat dat in 2017 is gedaan. Dus toen is er een soort van. ook een, stijg, een stijging van het aantal leden berekend. Maar we weten nu de echte cijfers. Ja. Nou, daar is in te zien dat die stijging niet dat heeft gedaan uh, wat is voorspeld. Namelijk dat was in 2020, uh, uh, zouden dat nu 1522 leden zijn. En dat waren er dus uh, nou 1355. Dus dat dus is wel een minder, verschil. Ja. Ja. Maar in 2018 werd 1343 voorspeld en toen waren het er 1361. Dus dat is dan weer iets meer. Ja. En, ja, en ja. je kan ja. natuurlijk ook niet verwachten als een club niet de ruimte heeft om te groeien, dan kan je niet ook die groei doormaken. Dus Daar dat ja, moet je. In, in, ja. Maar goed, dit zijn de cijfers. En dan nog ook om te zien dat het uh, aan ledenaantal waar ze nu op zitten, dus spelende leden, is dan 1380. Uh, 28. Ja, dan heb je dus al uh, eigenlijk meer dan vier velden nodig. Want de hockeybond zegt per overleden ja, één veld. berekend Hoe, op de situatie van Roomburg uh, met zoveel dat van dat soort teams. Nou, jullie hebben dit soort velden. Dan heb je dus die vier velden heb je dan dus nodig. Oké. Okay, en, en is dat ruim of is dat heel krap? Uh, nou, je, nou, je komt dan net aan aan die vier velden. Ja, of? dit is wel zeg maar. Um, dus je hebt die vier al nodig eigenlijk. Ja, ja. Maar nou hebben ze wel. Ze trainen ook deels bij uh, Trigon. Dus de, er zijn wel, uh, ja, zijn wel andere plekken ook om iets te doen. Ja, want dat wordt ook wel als argument gebruikt. Hè? Dat zie ik af en toe langskomen. Van joh, dat Trigonveld, dat, uh, dat kan gebruikt worden. Waarom heb je een vierde veld nodig? Ja, maar die, dat wordt al gebruikt om te trainen. Um, en zelfs, er zijn dus tien teams die de competitie al spelen bij het uh, universitair sportcentrum omdat er geen plaats is om te precies. Bij eigen club en er zijn te ook teams die dus de thuiswedstrijden bij uh, andere clubs spelen. Dus ze spelen eigenlijk twee uitwedstrijden. Oké, okay, dus we hebben het nu uh, niet over de vraag: uh, Moet dat veld een plastic veld worden? Maar we hebben het even over de vraag: Is dat veld voor het ledenaantal van de hockeyclub echt nodig? En dan is de conclusie? Nou ja, de conclusie is dat er op dit moment uh, uh, niet genoeg capaciteit is voor het aantal leden om dat bij Romburg te hebben. Daar hebben ze echt dat, uh, dat vierde veld voor nodig. Uh, en eigenlijk wat. Ja, als je het bij elkaar optelt. Uh, zij, hebben, zij zijn al jaren uitgegaan van dat veld. Als dat er nou echt niet komt, ja, dan moeten ze daar natuurlijk uh, op gaan, iets mee gaan doen. En in het geval van Roomburg betekent dat dat ze die tien teams... die dus niet die thuiswedstrijden spelen, die gaan afbouwen. En dat zijn ongeveer 170 kinderen. En, uh, maar als ze het veld wel krijgen, kunnen ze nog twee teams extra groeien. En dat zijn weer ongeveer 30 kinderen. En uiteindelijk zou dat dus, uh, als je die berekening aanhoudt... zou dat 200 kinderen die kunnen hockey in Leiden schelen. Ja, oké. Okay. Dat is de conclusie. En die conclusie die wordt zo direct op, uh, op sleutelstad.nl verwoord. Ja, en die, die komt daar. Ik, wou nog, ik hoop nog even die cijfers van die andere clubs ook nog te krijgen. Uh, maar ja, of, of je nou echt de conclusies kan zeggen: het is niet nodig. Want stel dat ze ook bij die andere clubs kunnen, uh, kunnen doen. En ze, ja, ze willen wel twintig minuten fietsen. Ja. Dat kan natuurlijk wel, maar dat, dat is een subjectieve uh, ja. beoordeling. En dan zeggen de tegenstanders ook: ja, uh, wie wil hokje, die kan terecht bij een vereniging in de buurt. En spelen bij de club van je eerste voorkeur is niet per se noodzakelijk. Ja, en dat is natuurlijk een waarde die je zelf eraan moet hangen. Ja, dat is, uh, ja, dat is lastig te beoordelen. Ja, Zeker dat is niet voor, uh, aan ons, dat is aan de mensen ja, die Ja, je wil sporten bij de club waar je, ja. waar je vriendjes uh, en vriendinnetjes uh, spelen. Ik bedoel, dat, zoiets kan ik me voorstellen. En, uh, enfin, nou ja, dit is een, een objectieve fact-check geweest... aan de hand van de, de, de regels en richtlijnen van de, de Koninklijke Nederlandse Hockeybond... Wanneer heb je recht tussen aanhalingstekens op een vierde veld? En bij deze ledenaantallen is, uh, is het antwoord ja, een vierde veld ja. uh, is passend. Laat ik ja, het maar even zeker. zo omschrijven. Ja. Ja, wat gaan we volgende week fact checken? Uh, volgende week wil ik in het groen duiken. Want dat, is ook al, ja, dat hangt hier natuurlijk allemaal mee samen. En vooral de vraag ja, hoe groen of niet groen zou een nieuw Roomburgerpark in dit plan worden. Oké, okay. Rianne van Kleef, dankjewel en tot volgende week.